Oké, dan mag je eerst even lekker komen zitten. Op een blokje misschien, of op een... Zijn jullie allemaal gemute? Heb je zelf gedaan, hè? Ja, oké, top. Even een beetje beweging van rechts naar links. Je mag ervoor kiezen om je benen te kruisen of op de knieën te komen zitten. En gewoon even je ogen sluiten en stilzitten. En voel er even hoe het voelt. Misschien de diepere layers, zoals het in het Engels zeggen, van je lichaam voelen. Dus eigenlijk een stukje van, hey, hoeveel spanning zit er in me? Niet alleen gewoon de spieren, maar ook een stukje bijna energie. Van, hey, hoeveel energie denk ik te hebben? Of hoeveel spanning heerst er in mijn lichaam? Misschien nog een beetje een ripple effect van de dag. En laat dan de ademhaling je helpen te connecten met je lichaam. Rustig inademen door de neus. Rustig uitademen door je neus of je mond. En als je voelt van, oh, het voelt ongemakkelijk, dat is oké. Als er nog een beetje onrust in het lichaam heerst, je bent net van werk, gelijk op je mat. Dus het heeft even tijd nodig. Maar de ademhaling helpt daarbij. Rustig diep in- en uitademen. Ongeveer 4 tot 6 tellen inademen. 4 tot 6 tellen uitademen. Misschien voel je niet gelijk het verschil. Maar na een paar diepe rustige ademhalingen zal je misschien al op een subtiele manier voelen van, hey, er is al iets meer rust. In mijn gestel, in mijn lichaam, in mijn hoofd. Laten we nog 5 tot 6 ademhalingen hier nemen. Denk dan misschien wat je uit deze practice samen, wat wil je er zelf uithalen? Wat is de reden dat je nou op je mat bent vanmiddag? Misschien een stukje rust, misschien een stukje de-stress en misschien gewoon lekker eens bewegen als dat al een tijdje geleden is geweest. Dat is dan ook je intentie voor de practice. Dus tijdens de practice kan je af en toe denken van, ja, oh ja, wat was ook alweer mijn doel om hier te zijn? Misschien dicht bij je ademhaling blijven. Er kunnen zoveel verschillende dingen zijn en dat is jouw persoonlijke intentie. Het is leuk om even de handen samen te brengen voor je hart, om je practice te openen en ook elkaar eigenlijk eventjes in je gedachten nemen. We practicen samen, ook al zijn we niet in hetzelfde fysieke gebouw. En dan mag je langzaam je hoofd happily naar je vingers brengen. Kom dan naar Child's Pose. Je mag je dikke tenen samenbrengen. De knieën ietsje bij de rij met je handen naar voren. Maak je hoofd even rustig. Rust op de vloer. En kom dan weer naar die Ujjayi Breath. Ujjayi Breath is in en uit door je neus met een kleine restrictie in de achterkant van je keel. Laat de ademhaling echt je guide zijn vandaag. Loop beide handen naar de linkerkant van je mat. Of je rechterhand kan zelfs op je linkerhand. En voel dan die ruimte aan de rechterkant van je bovenlichaam. Adem daar naartoe. Twee ademhalingen loop.
En nu loop de handen over de mat naar de andere kant. Je linkerhand kan rusten op je rechterhand. Voel dan de ruimte aan de linkerkant van je oksel. Aan de linkerkant van de schouder. Je voelt de huid stretchen, de spieren stretchen. Ook de ribbenkast mooi open. En zelfs de organen die aan de linkerkant van je bovenlichaam zitten, worden langzaam uitgestrekt. Twee ademhalingen op. Adem in, breng de handen terug naar het zitten. Adem uit, laat je hoofd weer even rusten. Je mag dus ook, wanneer je maar wil, naar Child's Pose komen. Als je denkt van, ik moet eventjes tot mezelf komen. Ik ben afgeleid, ik wil gewoon even weer terug naar mijn ademhaling. Kom dan in Child's Pose. Inname, tabletop. Handen onder je schouders, knieën onder je heupen. Rijk je rechterarm naar voren en je linkerarm naar achter. Pointen. Ja, kijk misschien naar beneden, naar de drishti. Dat is een focus point voor je eyes. Take a deep breath in. Knie, elleboog en neus tezamen onder je. Around the spine. Inhale, lengte, voor en achter. Nog een keer. Exhale, nice and small, tight little ball. Twee keer nog. In, pointen. And round the spine. Inhale, lengte. Door de vingers en de tenen. Ja, keep your balance round the spine. Inhale, lengte. Je rechterhand terug naar beneden en je linker tenen zijn onder. Stretch de linker kuit. Dus je duwt dicht in de bal van je linkervoet. Take a deep breath in. En breng dan de rechter knie naar je neus. Dus je hovert je rechter shin, je rechter scheenbeen net boven de vloer. Three legged dog. Inhale. Rechterbeen omhoog. Knie naar neus. Exhale. Inhale. Three legged dog. Lengte. Rechter knie. Rechter arm. Inhale. Three legged dog. Lift het been weer op. Knie naar je linkerarm. Exhale. Inhale. Three legged dog. Lengte. Downward facing dog. Nou, als je eerst eventjes naar plankpose wil komen. Is dat vaak fijn om even de indexvingers parallel te brengen. Handen zijn schouderbreedte, voeten zijn heupbreedte. En breng dan je zitpotten en je staartbeen omhoog. Vier ademhalingen hier. Je kan kiezen om stil te zijn in je duimblok. Of misschien wat beweging brengen in de achterkant van je benen. Eén knie buigen, andere knie buigen. Stap of spring de voeten naar de voorkant van de mat. Zwanger onder ons, haal je voeten heupbreedte. Wij kunnen de tenen tezamen brengen. Inhale, halfway lift, lengthen de spine. Exhale, soften, relax your shoulders. Twee keer nog. Inhale, lengthen, misschien buig je je knieën licht. Exhale, soften in het hip. Het hoofd is zwaar. Nog één keer, adem in. Adem uit, zachte nek. Inhale, high mountain. Kom maar helemaal opstaan, handen boven je hoofd. Half moon naar de linkerkant. Dus je handen komen naar links en je heupen naar rechts. Voel die ruimte hier weer. Lateral stretches. Er wordt gezegd dat het creatieve proces stimuleert. En jullie zijn allemaal creatieve mensen. Adem in. Laten de andere kant ook proberen. Lateral stretches. Voel de linkerkant van je bovenlichaam openen. High mountain. Rechter rug. Buig je knieën. Fold forward. Exhale. Inhale. Halfway lift. Lengthen de spine. Plank pose. Handen naar de vloer. Voeten naar de achterkant van je mat. Je kan er hiervoor kiezen om je knieën even aan de vloer te brengen, als dat makkelijker is. Als je zwanger bent, kom je naar een tabletop. Als je niet zwanger bent, kom je helemaal naar beneden. Good. Inhale, cobra pose. Lift your heart. En nou
need to lift your hands behind your back. Lift your hands off your bum if you can. Dus er is ruimte tussen je billen en je handen. Als dat lukt, deal the table in the floor. Take one more deep breath in. Ontspan neus naar de vloer, handen naast je ribbenkast. Inhale, tabletop. Press yourself up. Eén keer gewoon even rustig naar die child's pose toe. Inhale, tabletop. Exhale, handen onder de schouders, knieën onder je heupen. Linkerhand reikt naar voren, rechterbeen reikt naar de achterkant van je mat. Vind een dristi, een focus point for your eyes. Adem in, knie, neus en elleboog tezamen, nice and round. Inhale, lengthen voor en back. Exhale, maak jezelf klein. Twee keer nog, beweeg met je ademhaling. Helemaal klein. Laatste keer, adem in. Helemaal klein, neus naar je knie. Inhale, vind lengte, reik de vingers in de tenen. Linkerhand aan de vloer, rechter tenen ook aan de vloer. Je rechterbeen is uitgestrekt. En duw dan je rechterhiel goed naar achter. Voel die kuit aan de achterkant van je rechterbeen stretchen. Breathe in here. Linker knie naar je neus. Hover your shin just above the floor. Inhale, three-legged dog. Lengte in het linkerbeen. Knie weer naar je neus, breng het gewicht terug naar je handen. Inhale, three-legged dog lengte. Linker knie, linkerarm. Ja, super. Inhale, three-legged dog. Knie naar je rechterarm. Inhale, three-legged dog lengte. Voeten aan de vloer, downward facing dog. Als je het even niet weet van, oh, ik weet niet zeker waar ik mijn handen en mijn voeten moet zetten in down dog, dan is plank pose altijd een goede referentie. Drie ademhalingen hier. Adem in, buig je knieën, kijk naar je handen. Adem uit, stappen of spring naar de voorkant van de mat. Inhale, halfway lift, lengte in je wervelkolom. Exhale, laat alles even rustig hangen. High mountain, inhale, armen terug omhoog. Heupen naar links, armen naar rechts, half moon. Inhale, back naar center. Exhale, andere kant. Inhale, terug naar het midden. Exhale, fold forward, dive forward. Inhale, halfway lift, lengte. Stap je linkervoet naar de achterkant van je mat. Blijf even in je low lunge. Als je wil, kan je ook je linkerknie naar beneden brengen, als dat ietsje eerder makkelijker is. Je linkerbeen is sterk. Kijk naar voren, breathe in. Shiva squat, breng je linkerknie achter je rechterknie. Als je de balans kan vinden, breng dan je handen naar je hart en breng je hoofd hoger dan je hart. Ja, mooi lengte in je wervelkolom. Take a deep breath in. En dan breng je linker tenen aan de rechterkant van de mat aan de vloer en je armen komen omhoog. Dus je benen staan gekruist. Ja, en je armen komen omhoog. Je zit in een klein stoeltje als ware. Take a deep breath in. Ik blijf even hier. Twist. Je linker elleboog aan de buitenkant van je rechterbeen. Ja. Als je zwanger bent, doe dan de twist de andere kant op. Doe dan de twist de andere kant op. Hold and breathe for 3, 2. Inhale, single leg Tadasana. Kom helemaal opstaan en breng je linkerknie naar je borst. Ja, actieve tenen. Take a deep breath in. Low flying warrior. Je rijdt met je linkervoet naar achter. Je buigt je rechterknie. Hold. Focus your eyes. Stay with your breath. For 3, 2. Stap rustig terug. Crescent lunge. Vind je voeten? Vind je balans? Yes. Armen omhoog naar het plafond. Take a deep breath in. Kriya. In Kriya strek je beide benen en breng je vuisten naast
je waist. Ja, drie keer nog. Inhale, crescent lunge. Kriya. En dan ademen we daaruit. Mag zelfs uit de mond inhalen. Ja, sterk in die core. One more time, breathe in. Good, crescent lunge, inhale. Warrior 2, slice open, exhale. Rechte tenen wijzen recht naar voren. En de knie is in de richting van die tenen. Je linkertenen staan niet in vergeleken met je heel. Ja, zink nog ietsje dieper in je rechterbeen. Reverse warrior, inhale, rechterarm komt omhoog. Extended side angle, rechter elleboog naar beneden, linkerarm omhoog. Reverse warrior, rechterarm terug omhoog. Low lunge, bring your hands down to the floor, lift your back heel. Three-legged dog, rechterbeen, helemaal weer terug omhoog. Ja, looking good. Knie naar je neus. Kom weer terug in je core. Inhale, three-legged dog. Rechte knie naar je rechterarm. Inhale, three-legged dog, lengthen. Knie naar je linkerarm. Ja, yogis, looking good. Inhale, three-legged dog. Downward facing dog. Exhale. Kom naar voren, plank pose. Hold, plank pose. En dan een chaturanga. Eerst kom je naar voren, dan halverwege, 90 graden. Je kan je knieën aan de vloer zetten. Upward facing dog, point your toes, look forward. En de heupen komen eerst omhoog en dan gaan de tenen pas omklappen. Ja, yeah. Take a deep breath in. En a deep breath out. Inhale, buig je knieën, kijk naar voren. Exhale, step or jump to the top of your mat. Inhale, halfway lift, lengthen. Exhale, fold forward. Chair pose, Utkatasana. Ja, yeah, de tenen zijn samen. De enkels naast elkaar. Knieën netjes naast elkaar. Armen omhoog. En misschien wiggle your toes. Ja, kan je je tenen bewegen? Gewicht in je hielen. Take a deep breath in here. Fold forward, exhale, dive and relax your neck. Inhale, halfway lift, lengte. Rechtervoet stap naar de achterkant van je mat en hou hier even vast. De linkerknie is boven je enkel. Zink de heupen misschien nog iets, breng de heupen misschien nog ietsje dichter bij de vloer. Rechterbeen is helemaal uitgestrekt. Breathe in here. Shiva squat. Breng het gewicht naar voren. Rechterknie achter je linkerknie. Hier met de handen aan de vloer. Of misschien kan je je balans vinden. En breng je je handen naar je hart. Yes. Focus your eyes. For 3, 2. Laat die achterste voet gewoon landen. En je armen komen omhoog. Dus de benen zijn gekruist. En je armen reiken omhoog. Yes. Gewicht is in je linkervoet. Take a deep breath in. Twist over, elbow. So als je zwanger bent, doe je open twist. Ruimte voor de baby. En ook minder intensief. Breathe. Ja. Yeah. Inhale, single leg Tadasana. Breng die rechte knie op en voor je. En fly into low flying warrior. Rijk je rechter tenen naar achter. Focus. Breathe. For 3, 2. Rustig landen. Rechtervoet stap naar achter. Crescent lunge. Find your shape. Find your pose. Yes. Adem in hier. Kriya, je maakt vuisten, je strekt je benen en je trekt als het ware een stang, zal maar zeggen, naar je toe. Je buik is sterk. Adem in. Trek je navel ook naar binnen. 2 keer nog. Inhale. Kriya, lovely. Laatste keer. Inhale, crescent lunge. Warrior 2. Linkertenen naar voren, rechter tenen slightly in. Sink a little deeper. Ja, yeah. Looking good, girls. Inhale, linkerarm omhoog. Reverse warrior.
Exhale, extended side angle. Linkerarm naar beneden, rechterarm omhoog. Inhale, reverse warrior. Linkerarm terug omhoog. En dan helemaal terug naar je low lunge. Handen aan de vloer. Breng de handen plat en kan je misschien in deze transitie je voet net boven de vloer optillen. En dan terug omhoog brengen naar achter. Ja, nice control. Knie naar je neus. Exhale. Inhale, three-legged dog. Knie naar je linkerarm. Exhale. Inhale, three-legged dog. Naar je rechterarm. Exhale. Inhale, three-legged dog. Lengthen. Downward facing dog. Beide voeten terug naar beneden. Je mag je knieën hier even buigen en echt de wervelkolom mooi lang maken. Sluit misschien je ogen. Drie ademhalingen hier. En je kan ook gewoon even in child's pose rusten. Als dit niet als een rustpose voelt, kom dan gewoon naar child's pose. Adem in, buig je knieën, kijk naar voren. Exhale, step or jump to the top of your mat. Inhale, halfway lift, lengthen. Exhale, fold forward. Chair pose, Utkatasana. Kom weer rustig zitten in je chair pose. Hold and breathe. Ja, ietsje lager nog als je kan. Kom in alsof het een hele kleine stoel is. Take a deep breath in. Rechter knie naar je borst. En breng hem ook dichterbij. En deze wind removal pose. Ja, nice balance. Als het fijn voelt, kan je een paar cirkeltjes maken met je rechtervoet. Even in die enkel voelen. Balance. Voet aan de binnenkant van je enkel, optie 1. Optie 2 is de cut. Optie 3 is dive back. Laten we proberen de voet niet op de knie te zetten. De knie is of de boven of de beneden. Ja, de knie is nogal een gevoelig gewricht. Zullen we niet te veel druk opzetten? En misschien breng je de handen omhoog. Breathe, 20 seconds. Smile, you time for yourself, breathe, 5, 4, voeten te samen, handen voor je borst, samasthiti, chair pose, Utkatasana, hou vast hier voor 3, 2, zit nog ietsje dieper. Wiggle your toes. Take another deep breath in. Linker knie in. Vind je balans? Zo met balansposes is het ook vooral de ogen. Waar focus je je op? Met je ogen. Blijf rustig ademhalen. Ja, een paar cirkeltjes in je enkel. Lovely ladies. Looking good. Oké, tree pose aan deze kant. En het kan heel goed zijn dat het aan de ene kant veel gemakkelijker gaat dan aan de andere kant. We hebben een kant waar we mee schrijven, een meer dominante kant. We hebben vaak wat meer controle dan de andere kant. Dat is oké, okay. Het is gewoon interessant. Interessant om van jezelf te weten welke kant makkelijker is. 20 seconds. Als je het idee hebt dat je heel veel moeite hebt om je hielen
Probeer echt diepte te zoeken, maar neem je tijd. Neem je tijd. Open de groin. Take a deep breath in. Fold forward. Toe heel. Je voeten weer tezamen. Inhale. Halfway lift lengte. Downward facing dog. Handen aan de vloer. Voeten naar de achterkant van de mat. Linkerbeen omhoog. Three legged dog. Runner's lunge aan deze kant. Met de voet aan de buitenkant van je linkerhand. Ja, ietsje andere hoek in de heup. Creëer ruimte, adem in. Malasana squat, goddess squat. Nou, van hier, je mag blijven. En echt gewoon proberen te focussen om de groin te openen. Of we kunnen crow pose proberen. Volgens mij hebben we dat al eerder geprobeerd. Dus, je ellebogen zijn aan de binnenkant van je knieën. En de knieën duwen naar binnen. En de ellebogen duwen eigenlijk naar buiten. Je hebt het gevoel dat ze vechten. Maar het is niet echt agressief. Vanuit daar. Het is handiger als de knieën hoger op de armen zitten. Meer dicht bij de schouder dan bij de elleboog. En dan kan je je handen neerzetten. Naar voren kijken. Het is als een wip. Dus je hoofd en je billen zijn eigenlijk als een wip. Qua gewicht. Kijk naar voren. Eén teen omhoog. Andere teen omhoog. Maybe beide tenen omhoog. Ja, breng je knieën hoger op je schouders, Claudia. Ja, ietsje hoger. Probeer ze ietsje hoger te brengen. Ja, looking good. Nice, Jessica. Kijk meer naar voren, Jessica. Ja, meer naar voren kijken, meer naar voren kijken. Ja, dat is beter, dat is beter. Bijna, bijna. Homework, homework. Awesome. Breng je voeten weer tezamen. Kom even in een forward fold. Breng je handen achter je in elkaar. En open ook eventjes die armpits. Rijk je handen naar het plafond. En schud dan eens een nee met je hoofd. Ontspan de nek en de schouders. Handen terug aan de vloer. Inhale. Halfway lift lengte. Linkervoet stap naar de achterkant van de mat. Low lunge. Kijk naar voren. Shiva squat. Linker knie achter je rechterknie. Standing splits deze keer. Linkerbeen komt omhoog. Je beide handen kunnen aan de vloer blijven. Of je rechterhand komt op je kuit. En door dan een beetje druk te brengen in je rechterhand, kan je de neus ietsje dichter bij je scheenbeen brengen. Hou je linkerteen actief. Eeuw, die hamstrings. Three more rounds of breath. Actieve linkertenen. Ontspan je hoge gezicht. Take one more deep breath in. Naar je Shiva squat. Exhale. Voet komt aan de vloer, armen terug omhoog. Dragon. Waarom noemen we het dragon? En een twist. Linker elleboog aan de buitenkant van je rechterbeen. Probeer nu de armen open te brengen, zodat de vingers van je linkerhand reiken naar beneden. Vingers van je linkerhand reiken omhoog. Ja. For three. Two. Inhale, single leg to dasana. Kom helemaal terug opstaan. Vind je balans. Je mag zelf je linkerbeen uitschoppen. Hou vast. For three. Ja, actieve linkertenen, feel shaking. Two. Ademing rijk door de vingers. Low flying warrior. Langzaam in transitie. Probeer je linkerbeen zo ver mogelijk achter je uit te strekken. Actieve linkertenen. Focus your eyes. For three. Two. Adem in en adem uit. Crescent lunge. Zachte stap naar achter, zachte landen. Adem in, arm omhoog. Kriya. Extend both legs. Voel het in. Ja, armen terug omhoog. En dan probeer je je vuisten naast je ribbenkast te brengen. Yes. Twee nog. Breathe in. Shhh. Je mag geluid maken. Laatste keer. Crescent lunge, buig de
knie, armen komen terug omhoog. Warrior 2, slice it open. Check even met de ogen. Rechter teen naar voren, linker teen iets in. Armen zijn horizontaal en de rechter knie is boven de enkel. Ja, zink lekker goed diep in die benen. Rechterarm omhoog, reverse warrior. Extended side angle, linkerarm omhoog. We blijven in onze extended side angle. En dan mag je proberen een half bind of een full bind. Je bovenste hand, je linkerhand, draai. En breng misschien je vingers aan de binnenkant van je rechterbeen. Ja, je kan ook je broek vastpakken. Vandaar, ik zal even omdraaien, dan kan je het zien. Kan je je rechterschouder aan de binnenkant van je knie brengen? Dan komt je rechterarm onder je been. En dan komen misschien de vingers in elkaar. Dat is een full bind. Dus een halve bind is met de linkervinger, met de vingers van de linkerhand aan de binnenkant van je rechterdij. Of je kan je rechterarm onder je rechterbeen brengen. En dan je vingers achter je in elkaar brengen. Ja, breng nu weer je linkerschouder boven je rechterschouder. Ja, that's it. Alsof je naar achter leunt. Alsof er een muur achter je staat. En dan leun je tegenaan. Looking good. For 3, 2. Laat langzaam los. Inhale, reverse warrior. Woo, well done. Half moon. Vind je balans. Breng je rechterhand aan een blokje. Of op een pillow kan ook, is ietsje minder stabiel. Een boek kan je ook gebruiken. Je mag hem ook aan de vloer brengen. Rijk je linkerhanden helemaal terug omhoog. Voor 3, 2. Adem diep in. Shiva squat, daar ben je eerder geweest. Linkerknie achter je rechterknie. Adem in hier. Breng de voeten tezamen, grote tenen naast elkaar, ontspan je nek en je hoofd. Inhale, halfway lift, lengthen de spine. Chaturanga Dandasana, stap, plank pose. Je kan op je tenen of je knieën naar voren, halverwege. Halverwege, punt je tenen, upward facing dog. Exhale, eerst de heupen, dan de tenen. Terug naar downward facing dog. Oké, een klein beetje speeltijd, zoals we het noemen. Playtime. Speeltijd klinkt niet zo leuk als playtime in mijn hoofd. Je brengt je tenen, bijvoorbeeld speeltijd kan zijn playtime. Proberen wat donkey kicks te doen. Kleine hopjes boven je mat. Gewoon voelen van, ik kan het gewicht in mijn handen brengen. Hou je armen gestrekt. Probeer je armen gestrekt te houden. Yes. Let's donkey kicks. Child's pose is ook prima. Goed, Jessica. Nice, Claudia. Hou je ogen goed op één punt. Ergens tussen je handen. Die Dristi. Ja, dat geeft je focus. 5, 4. Looking good, girls. 3, 2. Embryo pose. Dat is child's pose met de knieën samen. En de handen kunnen even naast de voeten rusten. Voel de heart rate. Oeh, een beetje buiten adem. Breng je ademhaling weer tot rust. 4 tot 6 tellen inademen. 4 tot 6 tellen uitademen. Adem in, breng de handen naar de voorkant van je mat. Breng je tenen onder, downward facing dog, volledige stretch. Inademen, buig je knieën, kijk naar voren. Uitademen, stap of spring de voeten naar de voorkant van je mat. Inhale, halfway lift lengthen. Exhale, fold forward. High mountain, helemaal terug opstaan. Samasthiti. Handen naar het hart. Let's flow with the breath. Arms up to the sky. Reach up. Fold forward. Dive forward. Exhale. Flow. Inhale. Halfway lift. Rechterbeen. Step naar de achterkant van je mat.
rechterteen omhoog. Je mag je linkerhand rond je kuit brengen. En je neus ietsje dichter bij je scheenbeen proberen te brengen. Blijf rustig ademhalen. Take a deep breath in. Shiva squat. Buig de knieën. En die voet komt aan de vloer. Arm omhoog. Dragon. Courtesy. Adem in. Twist. Elleboog aan de buitenkant van je been. Je handen mogen open. Rechtervingers reiken naar beneden. Kijk, dus je hoekt echt de buitenkant van de elleboog aan de buitenkant van je been. Ja. Rijk door die vingers. Inademen. Single leg to dasana. Breng die knie weer terug omhoog. Vind je balans. En je mag het been weer uitstrekken. Actieve tenen. Dus kies ervoor om die tenen te punten. Te flexen. Rijk nog eens verder met de vingers omhoog. Low flying warrior. Balans in je linkervoet. Langzaam transitie. Rijk met je rechter tenen naar achter. Focus your eyes. For 3. 2. Start to bend the left knee. Stap rustig into crescent lunge. Arms up to the sky. Kriya. Strek bij de benen. Yes. 3 keer nog. In. Door de neus. Misschien uit door de mond. Shh. 2 more times. Yeah, let go. Shh. Inhale, crescent lunge. Warrior 2, slice open. Een moment om even te checken of de tenen in de goede richting wijzen. En dan kan je ietsje sterker neerzakken. Inhale, reverse warrior. Linkerhand omhoog. Exhale, extended side angle. Linkerarm naar beneden. Rechterarm. En dan komen we hier in die half bite of die full bite. Dus je rechterpalm wijst naar achter. En de vingers komen aan de binnenkant van je been. Achter je rug langs. Ja, en voel dan hoe je rechterschouder, van boven gezien, is je rechterschouder boven je linkerschouder. Dus die schouder die valt niet naar voren. Die is in lijn met je andere schouder. En dan probeer je te behouden als je naar je full bind komt. Dus dan kom je ietsje lager, de schouder naar de knie. De linkerarm. Je kan ook eerst even je linkerhand op je bil zetten. En dan vind je die vingers. Nou, in plaats van dat die rechterschouder naar voren is, probeer die rechterschouder weer boven die linkerschouder te brengen. Ja, nice Jessica. Very good, Claudia. Adem. Breathe for 3. 2. Kijk naar beneden. Laat de handen los. Reverse warrior. Woe! Nice work. Linkerarm omhoog. Half moon. Laatste stukje standing poses. Je kan ervoor kiezen de linkervingers aan de vloer te brengen. Misschien de vingers net boven de vloer. Rijk door de vingers naar beneden. Rechterhand rijk omhoog. De tenen rijk naar achter. Maak jezelf nog ietsje groter. Rechterbeen nog ietsje hoger. Ietsje verder. Take a deep breath in. Shiva squat. De rechterknie achter je linkerknie. Adem hierin. Voeten tezamen. Fold forward. Inhale. Halfway lift lengte. Laatste keer. Chaturanga. Handen naar de mat. Voeten aan de achterkant. Dus je gaat halverwege. Eerst naar voren. Dan halverwege. 90 graden in die elleboog. Upward facing dog. Flip over de toes. 2 tegelijk. Of misschien 1 tegelijk. 1. En heupen terug omhoog. Flip over je feet. Oeh. Ik heb het warm. Het is hier waarschijnlijk ook ietsje warmer als voor jullie. 3 ademhalingen nog. Hier in downward facing dog. We gaan langzaam afbouwen. Half pigeon. Breng je rechterknie aan de buitenkant van je rechterhand. Dus de knie wijst echt flink naar de zijkant. Je scheenbeen kan
diagonaal, in een diagonale richting. Dus de voet kan best wel iets naar voren komen. Maar ook belangrijk is dat je heupen recht blijven. Soms gaan mensen heel ver met die voet, maar dan zitten ze eigenlijk op hun rechterbil. Terwijl je heupen in parallel, de voorkant van je heupen, is parallel met de voorkant van je mat. Ja, kom dan rustig op je ellebogen. Of maak een kussentje van je handen. One full minute here. Sluit je ogen, adem rustig in en uit. Something to believe in. Something to believe in. Something to believe in. Something to believe in. Langzaam je handen onder je schouders. Met precisie. Eerst die tenen onder. Lift de voet van de vloer. En stap hem terug naar downward facing dog. Adem in, buig je knieën. Kijk naar voren. En dan kom je zitten. Je kan zelfs proberen te springen, scheenbenen te kruisen en te landen. En twee. Hoppa! Naar voren. Al ik weet niet hoe warm het is daar in Nederland. Het kost ietsje kouder als hier. Maar als je hier iets warms aan wilt trekken, dan is dit het juiste moment. Adem in, breng je arm omhoog. En dan kom je helemaal over je benen. Ontspan. Je hoeft je voeten niet aan te raken. Als je maar gewoon even die achterkant van je lichaam voelt, rekken. Sluit gerust je ogen. Laat het hoofd hangen, ontspan de nek en schouders. Vijf, zes ademhalingen nog.
linkerbovenlichaam terug op. En rol dan helemaal tot aan de vloer. Zet de voeten heupbreedte. Dus als je nog redelijk net rechtop bent, kan je dat nog net zien. Voeten heupbreedte. Voel ik het fijn om altijd even net de Achillespees, dus je hielen aan te raken met je vingers. Dan staan ze goed dichtbij. Blijf dan met je neus gewoon naar het plafond wijzen. Dus ik zou niet aanraden je hoofd te draaien als je eenmaal je heupen omhoog hebt. Er staat wat druk op de schouders en de nek. Dus breng de heupen omhoog. Je mag de handen achter je in elkaar brengen. En dan het vleesige gedeelte van je bovenarmen onder je te lopen. Dus je tilt de schouder op en je wiggelt waggelt eigenlijk het vleesige gedeelte van je armen onder je lichaam. Sluit dan je ogen. 10 rounds of breath here. Laat de linkervoet weer terugvallen aan de vloer. Knieën komen terug naar het midden. En dan komen de knieën naar de rechterkant. En dan mag je weer ervoor kiezen om die rechtervoet op te tillen. Ah, lekker, dames. Rustig diep ademhalen. I can't say yes, my creation. Stay patient when it rains. Let me say I'm coming humble. I don't know what's right or wrong. Laat de rechtervoet vallen. Breng de knieën weer terug naar het midden. En breng dan de benen helemaal omhoog. Armen mogen ook omhoog reiken. Maar ze zijn eigenlijk passief. Dus alles is gebogen. Kan ze zelfs een beetje schudden. Als je veel op kantoor zit. Met de voeten naar beneden. Op je stoel. Is het goed om die benen af en toe omhoog te brengen. Drainage. Oké, breng de knieën in naar je borst. Geef jezelf een knuffel. Breathe in. En dan kom je naar Shavasana Shake. Je kan iets op je ogen leggen, zodat het lekker donker is. Neem een moment hier. Beweeg de heupen, de schouders. En wees dan gewoon even stil. Een paar minuutjes. Ik zal de tijd van jullie in de gaten houden. We zullen iets later eindigen. En voel gerust vrij om weg te gaan als je weg moet. En zo drie minuutjes, vier minuutjes Shavasana. Enjoy. So you can't rush.
Als je heel lekker ligt en je eigenlijk zoiets hebt van, oh, ik zou nog wel even iets langer hier willen liggen, dan raad ik je aan het gewoon te doen. Kan zeker geen kwaad. Even die stilte gewoon toelaten. Even het niets doen toelaten. De yin to the yang. Als je graag weer zou willen bewegen, dan beweeg je gewoon eerst met kleine bewegingen van je vingers en je tenen. Strek je armen boven je hoofd. Geel is lekker. Stretch de mond, de tong, de wangen. Oeh, dat was een echte geel. En dan breng je je knieën langzaam één voor één naar je borst. Schommel wat van rechts naar links. Neem je tijd hier. Kom je langzaam op je zij. En van je zij kom je weer terug opzitten. Cross-legged. Op kneeling. Breng je palmen tezamen. Misschien sluit je nog eventjes je ogen. Even nog al je aandacht naar jezelf toe. Naar je eigen lichaam. Naar je eigen ademhaling. Naar je eigen gedachten. Je eigen gevoelens. Bedankt dat jullie er weer waren. Altijd heel leuk om zo te connecten met Nederland. En jullie weer een beetje tot jezelf te brengen. Een momentje van rust en een momentje van well-being. Heel erg bedankt, dames. Tot volgende week. Fijne avond. Namaste. 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 Ik zal eens kijken of hij opgenomen is. Ja! Yeah.